Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Ik geloof heel erg dat je je mindset kunt ontwikkelen zoals je het graag wilt hebben. Dus je kunt van een statische mindset, zoals ze dat wel eens noemen, of een fixed mindset, naar een groeimindset of een growth mindset gaan. En ik ga een paar van deze basisprincipes met je delen hoe je dit nu eigenlijk kunt aanpakken. Want de manier waarop we vaak denken is al op een negatieve manier. En dat kan al zijn door een bepaalde manier waarop je opstaat. Maar wat vooral heel belangrijk is hoe ontwikkel je dat nu? Hoe verander je nu eigenlijk een mindset in jouw voordeel? Hoe zorg je ervoor dat je ermee bezig blijft? En een van de belangrijkste dingen is om een definitie te maken van de belangrijkste woorden in jouw leven. Dat klinkt misschien wat gek. Maar ik zal het uitleggen. Want wat betekent bijvoorbeeld voor jou geluk? Wat betekent bijvoorbeeld voor jou succes? Heb je dat voor jezelf gedefinieerd? Kun je in één zin vertellen wat succes bijvoorbeeld voor jou betekent? Wat geluk voor jou betekent? En dit is ontzettend belangrijk om je mindset te gaan trainen. Want succes kan een heel ander woord betekenen. Ik heb wel eens een workshop gegeven bij een universiteit. Toen werd ik daarvoor gevraagd om wat te vertellen over mindset en over focus. En dan doe ik wel eens de oefening dat ik aan mensen vraag in het lokaal of in de plek waar je op dat moment bent. In de theaterzaal bijvoorbeeld. Hè, van wat betekent voor jou? In dit geval bijvoorbeeld, wat betekent vakantie? Dat heb ik ook wel eens gevraagd. Hè. Wat betekent vakantie voor jou? En dan ging ik verschillende mensen vragen. En voor sommige mensen was vakantie op dat moment werken. En dan waren er studenten bij die natuurlijk aan het werk waren op dat moment. Maar andere mensen zeiden weer van ja, lekker vakantie vieren natuurlijk. Andere mensen zeiden weer zon, zee, strand. Andere mensen zeggen lekker thuis zitten. Ik hoop dat je mijn punt begrijpt. Want bij elk woord wat we hebben, denken we dus iets anders. Iedereen denkt daar weer anders over. Dus wat is jouw definitie van succes? Wat betekent dat voor jou? Over het algemeen, als ik met mensen praat over succes, dan gaat het vaak over geld verdienen, rijk worden. Rijk worden in de zin van veel geld verdienen. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Succes kan ook iets heel anders betekenen. Succes kan ook betekenen, ik wil werken wanneer ik wil, met wie ik wil en waar ik dat wil doen. Succes betekent voor mij de vrijheid hebben om te gaan en te staan waar ik wil. Dit is die van mij. Succes is de vrijheid hebben om te gaan en te staan waar ik wil. Dat is voor mij succes. En dat betekent dus niet per se heel veel geld verdienen. Maar het betekent wel de vrijheid hebben om te gaan en te staan waar ik wil. En dat is heel kort. Maar daardoor is het voor mij heel duidelijk wat dat voor mij betekent. En zodra je dat weet. Zodra je weet, dit is mijn definitie van succes. Dit is mijn definitie van geluk bijvoorbeeld. En dus zo kun je dat op verschillende gebieden natuurlijk doen. Als gezondheid belangrijk voor je is. Wat betekent dan gezondheid voor jou? Wanneer ben je dan gezond? Wanneer ben je succesvol? En zodra je dat weet, kun je dus acties gaan ondernemen, kun je dus gaan bedenken, maar wat past dan voor mij bij die definitie? Dus hoe zorg ik er dan voor dat ik de vrijheid heb om te gaan en te staan waar ik wil? En je zult merken dat dat meteen effect heeft op de relaties die ik wil aangaan met mensen. Dat het effect heeft op het werk dat ik wil doen. Dat het effect heeft op de gezondheid waar ik mee streef. Dat betekent voor mij bijvoorbeeld dat ik heel bewust de keuze neem om, ik hou bijvoorbeeld heel erg van voetbal, maar om niet op voetbal te gaan, omdat ik dan weet van ja, je hebt eigenlijk verplicht die trainingen en die wedstrijden. Dat betekent dus voor mij dat ik in opzicht daarvan bijvoorbeeld zelf aan fitness doe, zelf aan hardlopen doe, dingen die ik thuis kan gaan doen. Dat is voor mij ultieme vrijheid. Dus op die manier kun je acties gaan bedenken die jou in de richting gaan brengen van datgene waar je op dat moment naartoe wilt gaan. En ik hoop dat dat ook jou al verduidelijkt om ook die stappen te gaan zetten in de richting daar naartoe. Dus je definitie is heel belangrijk om je mindset uiteindelijk te kunnen trainen. En als je dat weet, dan kun je natuurlijk vervolgstappen gaan zetten. Je mindset trainen betekent ook veel meer vanuit positieve gedachten gaan denken in plaats van negatieve gedachten. En hoe sta je bijvoorbeeld op is ontzettend belangrijk. Ik weet uit ervaring en uit mensen die ik coach, dat er een heleboel mensen zijn die in het eerste uur van de dag, en vaak al in de eerste 5 minuten van de dag, op hun mobiel gaan kijken. En dit is niet de manier waarop we vaak onze dag willen beginnen, maar we doen het gewoon. Het is een gewoonte geworden waardoor we dit doen. En wat doen we dan? We kijken vaak of we scrollen door allerlei berichten. Dit is niet iets wat ons ontzettend veel energie gaat geven, of dat dit ons ontzettend veel meerwaarde gaat geven, of dat we daardoor een succesvolle mindset kunnen creëren.
Dus dat is een onderdeeltje wat je al anders kunt gaan aanpakken. En het gaat dan echt om die hele kleine dingen. How you do one thing is how you do anything. Vind ik een hele mooie. Dus het gaat erom dat je die kleine dingetjes daarin kunt gaan aanpassen. Dit is een van die dingen. Televisie kijken in de ochtend, bijvoorbeeld het nieuws kijken. Ik kijk helemaal geen nieuws meer, omdat ik vind dat het overgrote deel negatief nieuws is. Het gaat altijd over oorlogen, over bosbranden, over moorden die zijn gepleegd. En het heeft gewoon geen toegevoegde waarde voor mij, in ieder geval om daarmee bezig te zijn. Dus wat ik doe in die tijd, is dat ik bijvoorbeeld een inspirerend boek lees. Ik luister naar inspirerende podcast. Of ik bekijk een video waar ik daadwerkelijk iets aan heb. En soms vind ik het ook prettig om eens naar een motivatievideo te kijken. Dat geeft mij energie. Daar word ik positief van. En daardoor, doordat ik dit elke dag nu doe, doordat ik daar gewoontes van heb gemaakt, denk ik ook veel positiever dan dat ik vroeger deed. Dus het gaat echt om die kleine dingen die je daarin kunt gaan aanpassen voor jezelf. En dit zijn een aantal voorbeelden waarmee je dat kunt doen. Dus ten eerste kun je werken aan je definitie. Dus zet dat eens op papier. En dit kost tijd, hè? Dit kost veel tijd. Ik heb ook verschillende definities allemaal genoteerd en er best lang over gedaan om daarmee aan de slag te gaan. Maar uiteindelijk is dat wel goed gelukt. En heb ik dat op papier gezet. En dit kun je ook elk jaar weer opnieuw doen. En je definities kunnen veranderen. Mijn definitie van succes is misschien straks wel heel anders. Daarnaast kun je dus gaan kijken welke kleine dingetjes kan ik gaan aanpassen. Wat zorgt er nu voor dat ik negatieve energie daar krijg? Dat kan ook zijn bij mensen. Hè? Bij mensen kan het ook zijn dat sommige mensen je bijvoorbeeld energie kosten in plaats van dat ze je energie geven. Probeer daar dan ook aan te werken. En probeer daar als allereerst aan te werken, hè? Dus de verwachtingen duidelijk te maken of te bekijken hoe kun je dit oplossen. En als het echt niet lukt, probeer dan toch afscheid te nemen van deze mensen. Of in ieder geval de frequentie waarop je ze ziet, toch wat te verlagen. En zoek daarentegen juist andere mensen op. Of ga naar bepaalde evenementen toe die je wel die positieve energie kunnen geven. Dit is ook weer een kleine tip. En zo zijn er dus ongelooflijk veel dingen. Eigenlijk kun je het al doen op het moment dat je opstaat. Dat je denkt, wat geeft me negatieve energie? En wat zou me dan positieve energie geven? Vervang één ding voor het ander. Ga dat dus 30 dagen achter elkaar doen. Dus stel je voor je wilt social media uitbannen in de ochtend. Dus je zegt, van na het eerste uur wil ik in ieder geval niet op social media kijken. Dat je dat niet meer doet en dat je die tijd vervangt door bijvoorbeeld het lezen van een boek of het luisteren naar een podcast of een stukje wandelen. Maar net wat jij wilt, maar wat je veel meer positieve energie gaat geven. En probeer dat eens 30 dagen te doen, zo'n kleine gewoonte. En ga dan eens kijken, is het een gewoonte geworden, ja of nee? En ga dan de volgende stap zetten. Ga dan weer een gewoonte aanpassen. En als je dit een jaar lang blijft doen, dan zul je zien dat je 12 positieve kleine gewoontes kunt veranderen. En dan is de vraag, kan dat een impact gaan maken op de rest van jouw leven als je dat kunt gaan doen? En misschien wel structureel kunt blijven doen. Dus ook na dat jaar daarmee bezig blijft om die positieve gewoontes te ontwikkelen. En alleen op die manier kun je een positieve mindset gaan ontwikkelen. Het is niet iets wat je in één dag bouwt, maar echt wat je op de lange termijn neerzet. En daar zit vaak ook het probleem al. We onderschatten vaak wat we kunnen doen in ontzettend lange tijd. 1, 2, 3 of 10 jaar. En we overschatten vaak wat we in één dag kunnen doen. Voor één dag zetten we opeens al die taken op een rij. Gaan we er druk mee aan de slag. Doen we dit een beetje, doen we dat een beetje. En aan het einde van de dag voelt het alsof we niet echt alles hebben gedaan. En denken we, het is het misschien toch niet. Terwijl als we elke dag structureel die kleine stapjes blijven zetten, dat op de lange termijn wel heel veel effect gaat uitmaken. En zeker ook voor je mindset. Ik hoop dat je iets hebt aan de tips die ik nu met je heb gedeeld. Vond je dit een interessante video? Laat het me dan ook eventjes weten door hieronder eventjes een reactie achter te laten. En dan hoop ik je natuurlijk de volgende keer weer te zien. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond. Deel de inspiratie en geef het door.